Ik heb hier 80 euro, dus dat gaat mee in een portemonneetje met een boodschappenlijstje. En let's go! Misschien nog wat uit, misschien nog wat boven het hand. Relax and feel fine. Enjoy the little gemaakt en sparkling. Koffiecups, hier ga ik het niet een week meer redden. Hey, super leuk dat je kijkt naar de tweede video van de KC Budget Challenge. We gaan weer boodschappen doen. We gaan weer een weekmenu maken. Nou ja, zorgen dat we natuurlijk binnen die 80 euro aan het budget voor 5 personen blijven. Dit keer hebben we natuurlijk veel minder voorraad. Dus het wordt een stukje moeilijker. Maar gelukkig hebben we vorige week natuurlijk al heel veel verzorgingsproducten gehaald. Dus dat scheelt heel veel. Ik ga eerst even met jullie de voorraad doornemen. En dan gaan we een weekmenu maken. Qua budget zitten we heel goed. De verzorging, hier zit dus nog steeds 60 euro in. Maar dat komt natuurlijk omdat we vorige week de luiers en de wasmiddelen en zo al gehaald hebben. Het potje luxe eten zit ook nog helemaal vol. We zijn één keer buiten de deur geweest. Daar kregen we een lunch. En daar kregen we hapjes en drankjes. Dus dat was, deze is helemaal onderaangeroerd. En de boodschappen hebben we natuurlijk vorige week 80 euro aan besteed. Dus het potje van 3,20 per maand betekent dat er nu nog 2,40 in zit. En ik er vandaag 80 euro ga uithalen voor de boodschappen. Dit zijn de koffiecups. Hier ga ik het niet een week mee redden. Want ik drink best wel wat koffie. 2-3 per dag. Dus die moeten sowieso op het lijstje. Qua broodbeleg is er natuurlijk veel opgegaan. We hebben nog heel veel kaas over. Die is nog best wel lang houdbaar. Maar dat eten we niet zo heel veel. Omdat ik probeer zo min mogelijk zuivel te nemen. We hebben nog wel wat beleg voor de komende 2-3 dagen. Maar ik ga nog wel wat beleg bijhalen. We hebben nog heel veel eieren. Ik heb ook nog een doos staan. Dus dat hoeven we niet te halen. Dus dat scheelt. Jam en zo, de sausen zijn natuurlijk ook allemaal nog genoeg op voorraad. Dus qua broodbeleg hoeven we maar een beetje te halen. Aardappeltjes. Spekreepjes. En daar heb ik al een idee voor, een recept voor. We hebben geen normaal brood meer. Wel nog een keer frietjes, maar dat nu in de gezonde fase pakken we die even niet. Zo'n stokbroodje vast een keer gaan borrelen. Maar we hebben geen normaal brood meer. Hier nog kipdrumsticks. Ik zie hier een complete pasta maaltijd. Dus die kan ik eventueel ook nog een keer opeten met de kids. Hier is in ieder geval niks meer voor pasta, maar ik denk dat ik dat komende week ook niet ga maken met tomatensaus, maar met iets anders. Wel gelukkig deze, dus die hoef ik niet te halen. Ik zie nog wat ui, ik zie nog wat bonen vooral, dus misschien dat we iets met bonen moeten gaan maken. Oké, de voorraad is een beetje bekend. Ik heb hier eventjes mijn boekje erbij en ik ga gewoon beginnen. Vanavond eten we nog van het vorige week menu. Daar heb ik dus ook al boodschappen voor gedaan vorige week. En dat is een hutspot met rookworst. Dus daar hoef ik niks voor te halen. Dan eten we morgen bij mijn schoonouders, dat stond al gepland. Maandag gaat Yannick een heerlijk budget recept maken, wat hij ook gaat delen op zijn Instagram. En dat is een gevulde pompoen uit de oven met ham, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dinsdag is Yannick werken, dus dan ga ik of voor een maaltijd die ik in de diepvries heb liggen, of ik eet bij mijn ouders, dat is even de vraag. Maar daar hoef ik in ieder geval geen boodschappen voor te halen, want daar heb ik nog genoeg voorraad voor. Woensdag dan ga ik een recept van een volger van mij maken. Ik had namelijk op Instagram gevraagd welke weekmenu ideetjes jullie hebben voor mij. En daar kwam onder andere uit de gevulde pompoen die Yannick dus gaat maken. Maar dus ook de spaghetti met spekjes, pesto, spinazie en prei. Ik heb nog spaghetti in huis, ik heb nog spekjes in huis. Dus daar hoef ik weinig voor te halen, dus dat is echt top. Donderdag zijn we uitgenodigd om Surinaams te eten bij een kennis van mij. Dus dat is natuurlijk ook al geregeld. Superleuk. En vrijdag dan gaat Yannick ook weer een suggestie vanuit jullie maken. En dat is ook een budgetrecept. Een noedelsoepje met ei, lenteui, ui en boontjes. Dus dat is voor vrijdag. En dan is het alweer zaterdag. Voor deze challenge wil ik niet elke week naar dezelfde supermarkt gaan. Want dat vind ik een beetje saai eigenlijk. Ik vind het leuk namelijk om van allerlei winkels te weten waar ik de beste koopjes kan doen. Dus deze week ga ik niet naar de Aldi. Ik heb jullie een poll gevraagd op Instagram. Ga ik naar de Jumbo of naar de Albert Heijn. En jullie gaven aan, even nog één keer checken hoor. 55% stemt op Jumbo. Dus we gaan naar de Jumbo toe om dit allemaal van te halen. Het voordeel is wel dat ze daar een zelfscankassa hebben. Dus dat ik al gelijk kan zien wat het budget is. Dus ik sta dit keer niet met een rekenmachine in de supermarkt. Het is natuurlijk wel net wat meer uitdaging dat ik nu dus echt de goedkopere producten kies. Omdat het over het algemeen soms wat duurder kan zijn daar. Ja schatje, wat heb jij? Lekkers. Oké. Lekkers. Maar het is wel wat meer uitdaging, want je moet echt wat beter kijken op aanbiedingen en op huismerken en budgetmerken dan wanneer je bij een Aldi bent bijvoorbeeld. Volgende week wordt het een nog moeilijkere uitdaging. Volgende week ga ik het doen middels boodschappen bestellen. In de Facebookgroep waar jullie gezellig met z'n allen in zitten, worden daar ook veel vragen over gesteld. Goh, is dat nou goedkoper als je wel heel bewust koopt? Ik weet het niet, maar volgende week heb ik weer 80 euro te besteden. Dus ga ik het proberen om het online te bestellen. Dus daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar of ik dan goed uitkom. Ik ga nu even het boodschappenlijstje maken met alle benodigdheden. En dan gaan we naar de supermarkt. Thank you.
hebben hier 80 euro, dus dat gaat mee in mijn portemonneetje met het boodschappenlijstje. En let's go! Met het hele lijstje en ik zit nu op 52,50 euro. De boodschappen zijn binnen, makkelijk binnen het budget zoals jullie konden zien. Ik laat jullie zo een boodschappen shoplog zien, maar ik vind dat we het goed doen, hè schat? Dat is het goed. Dan ja, moet he? Iemand scherp op de prijs kijken. En dat ben jij. Wel. Nee, doen we samen goed. Maar ik heb nu al zin in dat gerecht van jou met die pompoen in de oven. Ja. Ik wilde graag een boodschappenshop nog opnemen, maar deze dame die was een beetje onrustig, die wilde graag bij me drinken. Nou, we zijn terug van de supermarkt en ik ben een bonnetje kwijt, maar zoals je in de volgende scène kon zien was het totaal 52,50 euro. Dus dat hebben we echt super netjes gedaan. Ik zal even een korte shop nog laten zien. Ik begin even aan deze kant. Hier heb ik 3 broden, 89 cent per stuk. En ik vind brood bij de Jumbo echt helemaal prima. Dan hebben we daar toiletpapier. Minesjes voor de noedelsoep die je niet gaat maken. En daar gaat hij kip bij doen. En dan hebben we, even kijken hoor, wat is de handige voorwaarde. Hier allerlei broodbelek liggen. Ham, kipfilet, smeerkaas, paté. Goed, dit is als broodbelek. We hadden natuurlijk ook nog het een en ander in huis. Dan allerlei groenten. Dat is ook trouwens voor de noedelsoep. Dus dat zijn sperziebonen. Als snackgroente vind ik bleekselderij heel lekker. En dat dip ik dan in de pikante hummus. Dan heb je echt een topsnack voor in de avond die gezond is en heel lekker. Dus dat is wel echt een goede tip. Dus ik heb er gelijk 2 gehaald. Prei, spinazie, pesto voor die spaghetti die ik ga maken. Zoals ik toen straks zei, dus heb ik 3 ingrediënten voor nodig. De rucola is nog voor het gerecht van Yannick. Ik ga ook een pompoen in de oven maken. Dus daar hebben we die pompoen voor. Als tussendoortje en bij de lunch tonijn. Dat is vooral ook voor Yannick. En als voor maaltijd knoflook. Komkommers als snackgroente. 3 kleuren paprika. Onder andere als snackgroente, maar ook voor bij het gerecht van Yannick. 4 keer cherry tomaatjes. Sowieso als tussendoortje, maar eentje is ook voor het gerecht van Yannick. Fruit hebben we druiven gehaald. Ben ik dol op. Appeltjes, bananen. En sinaasappels, dit zijn pers sinaasappelen, dus je kunt er lekker sap van maken. Maar ik gebruik ze dus ook een paar schijfjes in mijn thee en dan wordt het echt super lekker. En daar heb ik ook deze citroenen voor gehaald, citroen. Dus dan kunnen we water maken met citroen als een lekkerder drankje als water. Of thee met citroen, dat vind ik ook net wat lekkerder als gewoon zo thee. Omdat ik zo min mogelijk zuivel binnenkrijg, heb ik in plaats van koemelk nu kokosmelk gekocht. Ik ben benieuwd of ik dat net zo lekker vind in de koffie. Dat zou natuurlijk wel een ideale vervanger zijn. Want ik vind amandelmelk niet lekker in de koffie. Dus dat is een experiment. Crackers. Ik ontbijt met crackers. Maar Yannick die ontbijt en luncht ook met crackers. Dus die heb ik weer bijgehaald. Dan hebben we koffie. Dat is ook gelijk een van de duurste items. Een koffiecup. 36 stuks. Die waren 4,25 euro geloof ik. Chips voor de kindjes. Of voor als ik een keer wat wil. Deze. Gewoon vrij basic paprika. En dan als tussendoortje deze crackertjes. Als je in de avond toch een soort van hartige snack wil. Die ietsjes gezonder is als chips of iets in die trant. Vinden we deze wel ideaal. Dus dat waren de boodschappen. En in totaal was ik dus 52,50 kwijt. Vind ik heel erg netjes. En daarmee hou ik dus 27,50 over van het weekbudget. En dat gaat gewoon weer mooi in het potje. En misschien dat we dat aan het eind van de maand sparen. Ik vind dat het goed is gegaan en ik ben heel benieuwd hoe het bij jullie gaat met je budget challenge. Doe je mee? Als je nog niet meedoet, even de link in de beschrijving aanklikken. Kun je je gratis aanmelden, dan krijg je mijn e-book. Kun je lid worden van de community op Facebook, die echt super gezellig is en waar heel veel in gekletst wordt. Dus leuk als je er ook bij gaat meedoen. Ik ben benieuwd wat jullie van mijn boodschappen vonden. Zoals ik al zei, volgende week ga ik online boodschappen bestellen. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat en of ik het dan ga redden met het budget. Zeker omdat er dan natuurlijk bezorgkosten bij komen. Dus dat zien jullie volgende week. En in de komende vlog die jullie gaan zien, zie je eigenlijk de maaltijd die ik nu ga eten. Als een soort van food diary tussendoor. En je moet op Shanky's Kitchen even kijken, want hij deelt zijn afvalrace.
Dus ik ben benieuwd als je nu kijkt hoe ver hij daar al mee is. En hij deelt hele gezonde budgetrecepten met deze ingrediënten. Dus dat is misschien ook wel heel leuk om te kijken. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je het nog niet had gedaan. En dan zie ik je heel graag de volgende video weer. Dankjewel voor het kijken.